Goedenavond, welkom allemaal. Mijn naam is Arash Azad en namens FX Flat neem ik jullie allemaal vandaag mee in deze webinar en heet ik jullie ook allemaal welkom bij deze webinar. We gaan het vandaag hebben over Trader Workstation. Hierbij starten wij zoals gewoonlijk met de basics. We gaan hierbij van start door uitleg te geven over het begin waar Trader Workstation te downloaden is. En aan de hand daarvan gaan we uiteindelijk verder. Bekijken wij het platform en voeren wij uiteindelijk ook onze eerste trades daarop uit. Dan gaan we even vooraf de risicowaarschuwing bespreken. Hierbij is het belangrijk om op te merken dat alles wat in deze webinar wordt besproken, dat het uiteraard geen handelsaanbeveling of beleggingsadvies is. Dit webinar dient uiteraard alleen voor trainings- en informatieve doeleinden. En uiteraard, tot slot, dient u dus zelf voor alle duidelijkheid de beslissingen te nemen. Wij zijn hier op dit moment op onze FX Flat homepage. Hierbij zien we altijd hier aan de rechterzijde bovenaan de mogelijkheid voor het openen van een live rekening of een demo rekening. Uiteraard kiezen we in dit geval voor de demo rekening. Hierbij zien we uiteraard dan de mogelijkheden tot het kiezen van een MetaTrader demo rekening of een Trader Workstation rekening. Hierbij selecteert u de Trader Workstation rekening, vult u hier kort uw gegevens in. En uiteraard, als u dit hebt verstuurd, dan heeft u zich in principe aangemeld voor een demo beleggingsrekening. En kunt u op die manier ook verder gaan met de demo. Het is eigenlijk heel simpel. Als u de instructies in de e-mail volgt, komt u uiteindelijk terecht op het volgende scherm. Dat is dit scherm van Trader Workstation. Dit is in principe ook het eerste scherm wat u te zien krijgt zodra de demo versie van Trader Workstation beleggingshandelsplatform geïnstalleerd is. Wij kunnen hierbij zien dat wij op dit moment linksonder zien wij klassieke trading staan. Dat is onze klassieke trading layout als het ware. Om hier verder mee te gaan kiezen wij altijd voor mozaïek. Dat is op dit moment heeft u dan in één oogopslag de meest overzichtelijke overview van Trader Workstation bij de hand. En hoeft u in principe geen layout zelf in elkaar te zetten. De taal waarmee we Trader Workstation hebben geïnstalleerd kunnen we zien dat dat Engels is. Dit is ook uiteraard de meest gangbare taal. Voor de rest zien we uiteraard hierboven staan dat we gewoon in een demo-omgeving onderweg zijn. En op die manier gaan we dus ook verder met deze webinar. Goed, even kort over Trader Workstation zelf. Op zich is het een heel uitgebreid handelsplatform. Een van 's werelds meest gebruikte handelsplatformen ook. Het is heel erg uitbreidbaar en professioneel in te richten met heel veel verschillende grafieken, vensters, informatievensters, nieuwsvensters enzovoort. Belangrijk hierbij is ook om op te letten dat u op een gegeven moment het overzicht niet verliest. Maar uiteraard is het ook mogelijk door alles heel simpel en eenvoudig te houden. Daarbij speelt de mozaïek layout hier een heel belangrijke rol bij, die we in dit geval ook hebben geselecteerd. Zodoende hebben we dus alles nu in één klap overzichtelijk en mooi bij elkaar. We beginnen hier aan de rechterzijde van het scherm. Hierbij kunnen we zien dat we de mogelijkheid hebben om onze portfolio bij te houden middels het portfolio tab. We hebben uiteraard ook een favoriete tab waar we straks ook onze favorieten gaan toevoegen. Vervolgens zijn er ook andere lijsten beschikbaar zoals de US Movers. Dat zijn de belangrijkste Amerikaanse effecten op dit moment. En uiteraard nog een extra tabblad voor wat meer favorieten. We beginnen bij het begin, bij portfolio. Hier hebben we in één oogopslag eigenlijk een overview van onze rekening en kunnen we ook zien wat onze liquiditeit enzovoort is. We kunnen uiteraard ook onze profit and loss hier zien, onze dagelijkse profit and loss.
Op dit moment is dit een ongebruikte demorekening, vandaar dat er ook alles eigenlijk als het ware blanco erbij staat. Aan de rechterkant zien we ook nog het type account. In dit geval is het een demorekening met een margin. Dat staat ook helemaal mooi weergegeven. Voor de rest is het knopje account een hele belangrijke knopje erbij. Door hier op account te klikken krijgen wij altijd een mooi overzicht van onze beleggingsrekening. Ik zal dit even voor alle duidelijkheid vergroten. Ja, hier zien wij dus in één oogopslag hoe onze beleggingsrekening op dit moment ervoor staat. We kunnen onze netto liquide vermogen zien. Onze equity with loan value, onze cash value enzovoort. Vervolgens zien we ook dat duidelijk de margin requirements aangegeven worden. Daarnaast zien we het vermogen wat op dit moment beschikbaar is voor trading. En dat staat onder available for trading. En op dit moment zien we dus ook onze totale buying power hier staan. Omdat we onderweg zijn met een margin rekening, hefboom dus ook een kleine hefboom tot onze beschikking. Vervolgens zien we dat dit ook gecategoriseerd is. We hebben hier ook voor ons onze Real FX Balance. We hebben ons FX portfolio. Stel als je bijvoorbeeld middels Forex onderweg bent, dan zult u dat hier onder bij FX Balance terugvinden. En uiteraard niet onbelangrijk, onze overzicht van onze portfolio zien wij hier staan. En hier zullen dus ook alle financiële instrumenten komen te staan die u eigenlijk in uw portfolio heeft. Dus al met al een heel mooi overzichtelijk weergave van Trader Workstation. Goed, dan gaan wij verder met onze favorietenlijst. Een hele handige tool binnen Trader Workstation. Dit stelt ons namelijk in staat om een lijst voor onszelf samen te stellen met betrekking tot bijvoorbeeld de belangrijkste effecten, opties, ETF's enzovoort, die we echt vaak handelen en ook graag bij de hand willen hebben. Op dit moment zien we dat er al een aantal voorgeselecteerde effecten erin staan. We hebben hier aandelen, we hebben hier Forex. Laten we voor de voorbeeld op dit moment even een aandeel Shell erbij zoeken. We kunnen hier eenvoudigerwijze in deze zwarte hokjes kunnen we typen waar we naar op zoek zijn. En dan voeren we dat middels Enter in. We krijgen dan gelijk een mooie overzichtelijke weergave van de beschikbare effecten met betrekking tot Shell. We zien hier uiteraard de Shell op verschillende beurzen genoteerd staan. Dat is ook een zeer, zeer sterke punt van Trader Workstation. Want Trader Workstation stelt u dus in staat om allerlei effecten op meer dan 135 beurzen in 33 landen wereldwijd te handelen. En op dit moment zien we dus ook dat we de AEX op verschillende beurzen kunnen handelen. Voor dit geval kiezen wij bijvoorbeeld op de AEX. Op Trader Workstation heet dat trouwens AEB. We doen hier een dubbelklik op. Vervolgens krijgen we hier een overzicht van de beschikbare effecten met betrekking tot Shell. Ja, en hier zien we dus uiteraard dat de mogelijkheid is tot het beleggen in een aandeel, de futures, de opties, de warrants en verdere producten zoals structured products en CFD's. In dit geval kiezen wij voor Stock Smart. We zien hier inderdaad dat de smart keuze al voorgeselecteerd is. Dit houdt in dat de aandeel hier in dit geval wordt gekocht op de meest gunstige beurs voor u op dat moment. We selecteren dan even een smart en we zien dat het hier op onze favorietenlijst is toegevoegd. We zien hierbij dan dus de laatste koers en uiteraard de procentuele veranderingen. We kunnen dit eventueel ook een beetje aanpassen. En we zien het hier uiteraard overzichtelijk weergegeven. En zodra we hierop klikken, dan zien we uiteraard ook dat het hier link aan de linkerzijde van onze scherm automatisch in onze grafiek wordt weergegeven.
Daar komen we trouwens later op terug. Op dit moment zien we dus hier de verschillende favorieten staan. We hebben op dit moment Shell uitgekozen. Door met de muis op RDSA te gaan zonder erop te klikken, zien wij al uiteraard een kleine korte beschrijving en wat eigenlijk de afkorting inhoudt. Doen wij vervolgens een rechtermuisknop en dan gaan wij naar een ogenblik. Die hebben we niet nodig. Dan gaan we even naar de description. Even kijken. Financial Instrument Info Description. Dan krijgen we uiteraard een wat uitgebreider overzicht over het betreffende effect van Shell. En hier zien we dus ook dat het een Royal Dutch Shell aandeel is. We zien bij Security Type STK, dus een stock. De betreffende valuta waarin dit wordt gehandeld is euro. We hebben bij Exchange de beurs in dit geval gekozen voor een smart optie. En dat houdt dus, zoals eerder ook aangegeven, in dat de betreffende beurs automatisch wordt uitgekozen. Dat we de meest gunstige beurs op dat moment standaard geselecteerd hebben. En vervolgens zien we nog andere informatie over de sector en de industrie enzovoort. Uiteindelijk zien we ook bij Issuer Country dat daar NL staat en dat houdt dus in dat de betreffende aandeel in Nederland wordt uitgegeven. Wat ook heel erg belangrijk is, aan de rechterzijde zien wij dividend staan en dat houdt dus in dat er bij dit aandeel uiteraard ook dividend hoort en hiernaast zien wij ook de procenten daarbij. Wat overigens heel mooi en overzichtelijk is weergegeven. En uiteindelijk zien we aan de onderzijde ook nog onze margin informatie, onze margin requirement, de betreffende procenten die bij deze aandeel van toepassing zijn. Dan gaan we verder met onze favorietenlijst. We hebben op dit moment hebben we dit hier zo staan. We gaan nog even op de rechtermuisknik op het betreffende aandeel verder. We kunnen uiteraard ook verder kijken naar de mogelijke trading tools die we hier beschikbaar hebben. Er zijn namelijk vele mogelijkheden. We hebben hier uiteraard book trader, we hebben option trader. De blauw gekleurde onderdelen zijn helaas niet beschikbaar in de betreffende demo-omgeving, maar uiteraard wel in een live beleggingsrekening. Vervolgens hebben we ook de analytical tools. Hierbij zien we uiteraard ook heel veel verschillende mogelijkheden met betrekking tot analyses enzovoort, met betrekking tot het aandeel. We kunnen uiteraard ook een order entry doorvoeren. We kunnen eventueel nog een nieuwe chart voor dit betreffende effect openen. De financial instrument met betreffende tot de description, de beschrijving, hebben we al bekeken. Financial instrument display mode. Ja, we kunnen uiteraard de symbol mode en de underlying mode uitkiezen. En vervolgens kunnen we eventueel nog met betrekking tot dit aandeel een notitie toevoegen. Dat we bijvoorbeeld een opmerking schrijven. Bijvoorbeeld een analyse die wij zelf hebben gemaakt, kunnen we dat ook doen. Dat doen we middels de add note. En dan kunnen we hier bijvoorbeeld schrijven onze analyse met betrekking tot dit aandeel. In dit geval een Shell aandeel. En dan kunt u dat zo op deze manier opslaan. En dan heeft u als het ware, ziet u het icoontje hier verschijnen. En dat betekent dat u ook een notitie bij dit aandeel heeft staan. Als u daarop gaat zonder op te klikken, dan ziet u de notitie ook verschijnen. In dit geval heb ik gewoon Shell aandeel aangegeven. Goed, dan kijk ik even naar onze chat of er op dit moment vragen zijn. Of er eventueel van jullie kant opmerkingen zijn. Oké, duidelijk. Op dit moment geen vragen. Heel goed, dat betekent dat alles duidelijk is. Dan kunnen we mooi verder gaan. We hebben hier dus onze favorietenlijst besproken zojuist. Er is ook nog de mogelijkheid om extra tabbladen hier toe te voegen. Dat doen we altijd middels deze plusknop hierboven. We kunnen hierbij zien dat er verschillende mogelijkheden zijn voor het toevoegen van extra tabbladen. We kunnen uiteraard een watchlist samenstellen. Dat houdt in principe in dat u een bepaalde
index of iets wat u graag wilt volgen en daar een watchlist voor wilt samenstellen, kunt u middels deze optie doen. We kunnen nog een extra portfolio tabblad samenstellen, eventueel een market scanner, market statistics en er zijn ook heel veel voorgedefinieerde watchlists die we hier kunnen toevoegen. Ik zal even kort op de predefined watchlist gaan. Dit zijn lijsten die vooraf al zijn opgesteld door Trader Workstation. En hierbij zien we dus uiteraard zeer veel verschillende type effecten. Waarvoor lijsten zijn samengesteld, gaan we bijvoorbeeld op de Europe Indices. Dat zijn dus de Europese indexen. En dan zien we hier dat er direct een lijst voor ons is samengesteld met alle belangrijke Europese indexen. In dit geval is de AOE, is dat de AEX. We kunnen altijd hier op een rechtermuisklik doen en dan op het description gaan. En dan zien we uiteraard onze informatievenster verschijnen. En daar zien we uiteraard ook op dat het een euro gevoerde index is en uiteraard de betreffende AEX is. Doen we daar één muisklik op, in dit geval de rechtermuisklik, dan wordt die ook uiteraard hier aan de linkerzijde van onze scherm weergegeven. Prima. Dan gaan we even terug naar onze portfolio en onze favorietenlijst. Dan zien we hier in onze favorietenlijst dat we dus als voorbeeld Shell hebben opgenomen hierin. We kunnen uiteraard ook door een rechtermuisklik hierop te doen heel snel een positie openen. Dus kopen of sluiten of een eventuele strategie toevoegen. We kunnen hier ook heel makkelijk een nieuwe chart bij openen. We kunnen nieuwsberichten daarover lezen. We kunnen over de tijden en de handelstijden hier ook terugvinden. En uiteraard ook nog allerlei opties voor allerlei mogelijkheden om voor het bekijken van de opties enzovoort. Wat ook heel erg handig is, is het instellen van een alert. Dat kunnen we op dit moment ook doen. En op dit moment kunnen we dus hierbij uitkiezen van op welke methode wij een alert willen instellen. We kunnen bijvoorbeeld op de bid en ask prijs kunnen een alert instellen. En zodra dit is bereikt, ontvangt u hierover dus een melding. Prima. Dan gaan we verder naar de linkerzijde van onze scherm. Hier vinden in principe ook alle handelsactiviteiten plaats. Hier aan de linkerzijde bovenaan, dit is onze order entry venster. En met dit venster plaatst u als het ware orders. U kunt ook orders sluiten met dit venster. Even kijken. Op dit moment hebben we dus de RDSA, dus de Shell, uitgekozen. We kunnen eventueel ook qua order entry snel een andere keuze maken uit onder meer aandelen die we opgenomen hebben in onze favorietenlijst. In dit geval blijven we bij de Shell. Die selecteren we vervolgens op. Om een kooporder te plaatsen kunt u hier buy selecteren. Om een verkooporder te plaatsen kunt u sell selecteren. U ziet dan ook dat de achtergrond van het order entry scherm als het ware meekleurt. In dit geval gaan we gewoon een kooporder plaatsen. We zien hier vervolgens quantity staan. In dit scherm kunt u aangeven in welke hoeveelheid u het betreffende effect, dus in dit geval aandeel Shell, wilt kopen. We kunnen dit uiteraard aangeven in hoeveelheden, dus aantal aandelen bijvoorbeeld. Maar we kunnen dit ook omzetten naar bedragen, dus euro in dit geval. Stel, voor gemakshalve willen wij 1000 euro aan Shell kopen. Wij voeren dat hier handmatig in en klikken op enter. Wij zien hier dan vervolgens dat de hoeveelheid van 1000 euro wordt aangehouden en daaronder ook staat dat dat plus minus 49 aandelen zijn. Aan de rechterzijde daarvan zien wij de ordermodellen staan. We hebben in principe twee opties. Hieronder staan ook meerdere opties, maar helaas niet allemaal beschikbaar in de demo-omgeving. LMT staat uiteraard voor limit order en MKT staat uiteraard voor market order.
In dit geval willen we direct ons order uitgevoerd hebben en kiezen we voor market order. We zien hieronder dan ook market komen te staan. Vervolgens zien we daar de mogelijkheid en de geldigheidsduur van onze order die wij willen plaatsen. Willen wij dat voor de tot het einde van de dag laten staan voor één dag of willen wij daar een quick cancel order maken? Er zijn ook nog andere mogelijkheden. De meest gebruikelijke zijn day en quick cancel. Daar maak ik op dit moment ook gebruik van en dat houdt dus in principe in dat uw order blijft staan en geldig is totdat u die zelf weer annuleert of weer terugroept. Er zijn ook nog uitgebreidere mogelijkheden, die kunt u eventueel ook zelf bekijken, maar in principe voor de beginnende belegger zijn dat de belangrijkste ordermogelijkheden. Zodra we dit dan vervolgens allemaal geselecteerd hebben, klikken we op Submit. En Submit houdt dus in dat wij onze order, zoals hier ingevoerd, willen doorvoeren in het systeem. Het fijne van Trader Workstation is ook dat wij altijd dan een mooi overzicht te zien krijgen van onze order voordat die daadwerkelijk ook wordt doorgevoerd. In dit geval zien we dus dat wij Royal Dutch Shell aan het kopen zijn. We zien de bid, we zien de ask price en we zien uiteraard ook de last price. In order description zien wij heel duidelijk de hoeveelheid die wij op dit moment kopen. Dus 1000 euro in dit geval. Het type order, we hebben gekozen voor een market order. De routing methode, dus zoals eerder aangegeven, het kiest Trader Workstation in dit geval zelf automatisch uit van welke beurs het meest gunstigste voor u op dat moment is om het betreffende aandeel te kopen. En we zien onze tijdsduur voor de order, hebben we gekozen voor een good till cancel order. Hieronder staan nog een paar officiële meldingen. Als u die eenmaal geselecteerd heeft, aangegeven heeft, worden ze niet meer weergegeven. Hieronder wordt nog onder amount weergegeven de totale hoeveelheid, dus onze transactiewaarde. De commissies worden hier ook altijd weergegeven. En uiteraard het totaalbedrag inclusief de commissies. Nogmaals, omdat we op dit moment in een demo-omgeving onderweg zijn, wordt dit niet allemaal hier ook aangegeven. Aan de rechterzijde zien wij dan nog onze totale balansen staan, wat wij op dit moment hebben en wat uiteindelijk ook de verandering zal zijn nadat wij dit effect hebben gekocht. We kunnen op dit moment zien dat we dus onze huidige liquiditeit en onze post-liquiditeit, dus na de trade en uiteindelijk ook de verdere gegevens. Dit is een heel overzichtelijke weergave binnen Trader Workstation. Ook heel erg handig om altijd te checken voordat u een order daadwerkelijk doorvoert. Wat nog belangrijk hierbij is op te merken, is dat u eventueel ook voor kunt kiezen om dit scherm niet meer te zien in de toekomst. Daarvoor klikt u dan uiteindelijk hier op Don't display this message again. Voor gemakshalve laten we dat staan, omdat het een vrij handig en overzichtelijk weergave en samenvatting is van onze order. Vervolgens klikken we op Override and Transmit. En we zien dus inderdaad dat onze order wordt doorgevoerd. We zien op dit moment dat onze order gedeeltelijk werd doorgevoerd, maar inmiddels is die er al helemaal doorheen. Dan gaan we vervolgens helemaal aan de onderzijde van onze scherm over naar onze ordervenster, als het ware, waar wij een overzicht vinden van de orders die wij geplaatst hebben. Op dit moment hebben we dus het tabje orders geselecteerd en daaronder zien we dat onze order met een buy order, type market, eventueel details, een good till cancel en de hoeveelheid aandelen en uiteindelijk het bedrag waarmee de order is uitgevoerd. Dat wordt altijd aan de linkerzijde onderaan van uw Trader Workstation Hans platform weergegeven. Vervolgens hebben we het tabblad trades. Daarbij vinden we dus een hele overzichtelijke weergave met de betreffende tijd waarop de order is uitgevoerd.
We hebben in dit geval dus een aandeel Shell gekocht. De hoeveelheid, de prijs, de betreffende beurs waarop dit is gehandeld, onze rekeningnummer en de overige gegevens. Vervolgens is er ook nog beschikbaar het tabblad Summary. Daarop zien we dan nog een overzicht van de order die we zojuist hebben doorgevoerd. We kunnen uiteraard ook zien dat het allemaal groen is, dus dat betekent dat onze order ook volledig doorgevoerd is. We kunnen eventueel ook nieuwe tabbladen toevoegen, maar in principe staan de drie belangrijkste tabbladen, orders, trades en summary, al hierin opgenomen. Dus in dat opzicht heel goed. Vervolgens zien we hier midden op het scherm aan de linkerzijde een overzichtje staan van het betreffende effect wat we aan het handelen zijn. We zien op dat moment het betreffende de koers van het aandeel. We zien de procentuele veranderingen staan. En daarbij ook in één oogopslag kunnen we zien wat het aandeel aan het doen is. Vervolgens zien we de bid- en de ask-prijzen op dit moment. We zien ook de high-lows. En even kijken, het gehandelde volume enzovoort. Zien we ook hier allemaal overzichtelijk weergegeven. Hiernaast hebben we uiteraard onze grafiek staan. En onze grafiek is op dit moment dus ook geselecteerd op het aandeel Shell, omdat we die hier ook aan de rechterzijde in onze favorietenlijst hadden geselecteerd. We kunnen zien als ik bijvoorbeeld Tesla hier aanklik, dat onze grafiek eigenlijk ook mee verandert. Op dit moment gaan we gewoon verder met het aandeel Shell. Dit is dus onze grafiekenvenster. We kunnen hier uiteraard kiezen voor welke tijdsbestek wij de kaarsen willen instellen, de candles. We kunnen voor minuten, een half uur, maar we kunnen ook voor dagelijkse candles uiteraard kiezen. Hiernaast zien wij de mogelijkheid om onze chart ook in te stellen en ook op te slaan, maar daar komen we later op terug. Dan gaan we even naar de chart zelf kijken. Even kijken, adjust power. Ja, door te scrollen eigenlijk op dit venster, dan krijgen we dit schermpje te zien. En hiermee kunnen we ook gelijk direct aanpassen wat wij willen doen. We kunnen hierbij de prijs die wordt weergegeven in het scherm aanpassen. Of we kunnen ervoor kiezen om de breedte van de kaarsen aan te passen. In dit geval kiezen we uiteraard voor Adjust Bar Width. En dan kunnen we ook zien als we scrollen dat dit scherm, dat u daar als het ware mee kunt inzoomen en uitzoomen, wat heel erg handig is. Vervolgens kunnen we door hier in dit scherm te klikken, kunnen we ook lijnen tekenen. Wij kunnen bijvoorbeeld weerstandlijnen tekenen, maar ook bijvoorbeeld steunlijnen, supportlijnen. Dat is heel handig en al standaard ingesteld. U ziet daarbij ook de procentuele verandering van boven naar beneden toe. Heel mooi en overzichtelijk weergegeven. Uiteraard is het ook mogelijk om hierbij indicatoren toe te voegen. Dat gaan we op dit moment ook doen. Even kijken, dan gaan we op het tabbladje Edit en vervolgens op Studies. En hierbij kunnen we als het ware in onze chart ook indicatoren toevoegen. Ik zal een simpele indicator uitkiezen, in dit geval een MACD. Even kijken, ja, daar hebben we hem te pakken. Dan voegen we in dit geval even een MACD toe en ook even een RSI. Die hebben we hier staan. Dan voegen we die ook toe. En er zijn in principe heel veel verschillende indicatoren beschikbaar. U kunt het zoals aan het begin van dit webinar ook aangegeven zo uitgebreid maken als u wilt. Maar voor de beginner, de aanvanger, is het toch wel fijn om het rustig en overzichtelijk te houden. Op dit moment hebben we dus onze twee indicatoren hier rechts geselecteerd. We klikken vervolgens op Apply en op OK. Dan worden deze twee indicatoren toegevoegd aan onze grafiek hier. We kunnen dat uiteraard ook heel mooi hieronder zien. We hebben hier als eerste de RSI staan en vervolgens daaronder de MACD.
Daar hebben we op deze manier twee indicatoren toegevoegd. We kunnen daarnaast ook nog hier onze extra legend toevoegen. Dan krijgen we als het ware een beschrijving van het betreffende ook hier direct in onze grafiek te staan. En we zien ook dat alle waarden van het plusje op de scherm waarmee we in het grafiek zijn, uiteraard ook allemaal worden weergegeven. Dat is heel erg handig. Voor de rest het buttons panel, wat ook heel erg handig is. Hierbij kunt u dan direct als het ware kopen en verkopen aan de hand van uw bevindingen op de chart. Er is hier dus een buy knop, een sell knop. We kunnen eventueel onze orders direct allemaal annuleren. We kunnen onze positie sluiten of we kunnen uiteraard ook een alert instellen. Dan kijk ik nog even of er andere belangrijke opties zijn die we kunnen weergeven in onze chart. We kunnen uiteraard nog kiezen voor een logschaal, mocht u daar interesse in hebben. Voor de rest zien we hier onder studies onze indicatoren erbij staan. We kunnen uiteraard ook nog de toolbar erbij halen hierboven. Mocht u dit aan de onderzijde te groot vinden of te storend vinden, dan kunt u dat middels dit kruisje afsluiten. En hierboven heeft u dan met kleinere buttons ook als het ware snelle handelsmogelijkheden. Wij hebben nu op dit moment onze grafiek zo ingesteld. En stel wij willen dit layout opslaan, dat is ook mogelijk. Dan gaan wij op File, Save Chart Template. En dan slaan wij deze layout als het ware op. Ik sla hem in dit geval op onder default. Mocht u dan in de toekomst een nieuwe chart openen die niet wordt weergegeven zoals nu, dan gaat u in het betreffende chart op File en dan klikt u Open Chart Template. En in dit geval heb ik opgeslagen onder default. En op die manier kunt u dan direct uw chart layout zoals u dat heeft opgeslagen als werk, als het ware ook direct oproepen. Goed, dan hebben we op dit moment onze order entry besproken. We hebben hier ook onze aandelen specificatie en onze chart uiteraard besproken. Daaronder hebben we onze activity venster staan. Die hebben we ook besproken met de tabbladen orders, trades en summary uiteraard. Aan de rechterzijde van het scherm hebben we onze favoriete lijsten, onze portfolio wat wij op dit moment hebben, allemaal duidelijk staan. En uiteraard zien we op dit moment ook onze aandeel Shell erin staan met de hoeveelheden enzovoort die we hebben aangeschaft. Wat we nu ook eigenlijk kunnen laten zien, dat als we op account klikken, hieronder bij portfolio ook heel mooi en netjes en overzichtelijk onze aandeel is weergegeven, wat we op dit moment in onze portfolio hebben. Dan gaan wij verder naar het laatste gedeelte van Trader Workstation hier aan de onderzijde. Dat is dit scherm. Op dit moment is dat in de demo-omgeving niet volledig functioneel. Maar in principe, als u een echte rekening heeft, dan zult u hier ook de betreffende nieuwsgegevens, marktgegevens, allemaal overzichtelijk kunnen terugvinden. U kunt dan eventueel ook een RSS-feed enzovoort hieraan toevoegen. Dus dat is ook een hele mooie overzichtelijke optie van Trader Workstation. Dan ga ik tot slot nog even kijken dat ik uitleg hoe wij hier uiteindelijk ook eventueel onze layout wat kunnen aanpassen. Stel wij willen bepaalde vensters wat groter maken, andere wat kleiner. Dan gaan wij hier altijd rechtsboven op het slotje klikken we dan. Wij zien dan uiteraard dat we in de layout edit mode zijn. Ik klik erop dat ik dat eigenlijk niet meer wil zien. Dan zien wij hier dat het venster volledig groen, eigenlijk een groen kader heeft. En op dit moment kunnen wij dus ook onze vensters toepassen en vergroten en verkleinen. Stel wij willen in dit geval dit vak wat kleiner gemaakt hebben, dan doen we dat zo. En dan gaan we onze activity venster ook wat verkleinen.
En op die manier kunnen wij dus ook bijvoorbeeld onze grafiek wat groter maken. U kunt in dat geval ook bijvoorbeeld ervoor kiezen om meerdere grafieken op het scherm te plaatsen. Dat is ook allemaal mogelijk. U kunt ook meerdere order entries erop plaatsen. Maar in dit geval, om het mooi en overzichtelijk te houden, is het voor het begin zeer aan te raden om gewoon bij dit mozaïek layout te blijven. Ik sla dit ook even op. Belangrijk is als u de layout heeft aangepast, dat u dat dan ook vervolgens opslaat. Dan hebben we dat bij deze ook opgeslagen. En vervolgens hebben wij op dit moment de belangrijkste punten van Trader Workstation besproken. Wat ook vaak wordt, wat wij ook eigenlijk vaak van klanten te horen krijgen, is dat de cijfers en letters misschien wat aan de kleine kant zijn. Dat is ook heel makkelijk op te lossen binnen Trader Workstation door op de dubbel A te klikken. En op deze manier kunt u de letters en cijfers dus groter maken. Heel makkelijk en eenvoudig te regelen. Zodra u dat heeft ingesteld, dan klikt u op het Trader Workstation handelsplatform en kunt u weer gewoon verder gaan. Goed, dan kijk ik even naar de chat als er op dit moment geen verdere vragen zijn. Ja, oké. Okay. Ja, prima. Het is allemaal duidelijk, dus we kunnen op dit moment hiermee gewoon verder gaan. Nou, dan zijn we in principe tot het einde van deze webinar gekomen. Tot slot wil ik u uiteraard allemaal bedanken voor jullie aanwezigheid hier bij deze webinar. Mochten er eventueel vragen zijn, ja, dan kunt u ons altijd contacteren via onze e-mail service@fxflat.com. En anderzijds zijn we ook altijd te bereiken via onze gratis klantenservicenummer. Dan wil ik u allemaal ook wederom namens FX Flat hartelijk bedanken voor het bijwonen van deze webinar. En wens ik u nog een prettige avond verder. En dan zien we elkaar bij de volgende webinar. Tot ziens.